Goedemiddag, mijn naam is Marietje Schaak. Ik ben lid van het Europees Parlement voor D66 en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. En het spijt me dat ik vanmiddag niet bij jullie symposium over auteursrechthandhaving op internet en bij de uitreiking van de internetscriptieprijs aanwezig kan zijn. Hier in het Europees Parlement richt ik me behalve op internationale betrekkingen en internationale handel, in het bijzonder op de Europese digitale agenda en hou ik me bezig met onderwijs en cultuur. Belangrijke onderwerpen in een open samenleving, maar ook heel belangrijk voor economische ontwikkeling. Er zijn helaas nog te veel belemmeringen om echt te kunnen spreken van een Europese digitale interne markt. Terwijl juist het voltooien van die digitale interne markt en het wegnemen van barrières zo ontzettend belangrijk is. Ook voor toegang tot kennis en cultuur. Europa heeft een enorm divers aanbod aan kunst en cultuur, maar veel daarvan ligt eigenlijk gevangen in archieven of is ontoegankelijk als gevolg van een verouderd auteursrechtenmodel. Auteursrechthandhaving is ook in Europa volledig gefragmenteerd en daardoor een van de grootste barrières voor een goed werkende interne markt. Het is al met al de hoogste tijd voor een grondige hervorming van dit Europese auteursrecht en voor harmonisatie. De principes van auteursrechten zijn legitiem. Ze geven de makers van creatieve of wetenschappelijke werken bepaalde exclusieve rechten. Maar de wetten waarmee we vandaag te maken hebben zijn gemaakt in een tijd waarin internet en digitale technologie nog lang niet zo ver waren ontwikkeld als nu. Veel van de regels zijn zelfs van voor het bestaan van het internet. Het verschil tussen schaarse, tastbare goederen en digitale goederen of data, die tegen vrijwel geen enkele meerprijs te kopiëren zijn, met behoud van kwaliteit en over de hele wereld kunnen worden gedeeld, leidt ook tot andere verdienmodellen, als de markt die tenminste niet verstoort. Zo kunnen bijvoorbeeld muziek en films tegen een veel lagere prijs een groter publiek bereiken. Of kunnen schrijvers en muzici ook zonder uitgever of platenmaatschappij hun werk zelf beschikbaar stellen of in de markt zetten. Ze zijn onafhankelijker geworden. En uiteraard zien de mensen die veel verdienen aan het oude model juist deze mogelijkheden en onafhankelijkheid niet graag. Zij zouden willen dat de overheid hun verouderde model via wetgeving handhaaft. Maar dat werkt niet meer. Niet zonder fundamentele rechten in het nauw te brengen. En er hangt een prijskaartje aan. In Frankrijk hebben ze de meest verregaande handhaving gezien. Het zogenaamde Three Strikes-principe of de Hadopi-wetgeving. En zodra president Hollande aantrad, schafte hij die regel weer af. Te duur en niet effectief. Ook wordt het publieke algemene belang te weinig gediend door deze verouderde wetten. Soms nemen auteursrechtenhandhavingen echt absurde vormen aan. Zoals bijvoorbeeld bij een kleuterschool in Duitsland die een rekening opgestuurd kreeg van de rechthebbende omdat er liedjes waren gezongen met de kleuters. Het is al met al de hoogste tijd voor een grondige herziening van het Europese auteursrechtensysteem. Zoals ik al aangaf, is het auteursrecht in Europa per land verschillend wettelijk vastgelegd en wordt het in elk land anders gehandhaafd. En die verschillen maken het tijdintensief, maar ook kostbaar om een product of dienst waarbij auteursrechten moeten worden gekocht of afgedekt in heel Europa uit te rollen. Door juridische en financiële lasten haken daardoor vooral start-ups of kleine bedrijfjes af. Het auteursrecht in de EU moet geharmoniseerd worden en het moet flexibel zijn, terwijl het ook relevant blijft en niet onduidelijk zoals nu. Zeker als we kijken naar de mogelijkheden van digitalisering en internet zijn die hervormingen zeer urgent. Mensen door heel Europa hechten waarde aan internetvrijheid. Dat hebben we gemerkt. Iedereen is daarvan na de anti-ACTA-acties hier in het Europees Parlement goed doordrongen. Met jullie hulp hebben we ervoor kunnen zorgen dat dat verdrag door het Europees Parlement naar de prullenbak is verwezen. Een goed voorbeeld. Een voorbeeld van een flexibele benadering van auteursrecht zou het beginsel van fair use kunnen zijn dat we in de Verenigde Staten zien. Bij het verder gebruiken van bijvoorbeeld een tekst of een filmfragment wordt aan de hand van enkele criteria getoetst of dit gebruik redelijk is. Zo'n benadering van het gebruik van beschermde werken geeft gebruikers meer mogelijkheden. En dat is vooral belangrijk voor toegang tot kennis en cultuur en dient dus het publieke belang. Veel van deze ontwikkelingen rondom auteursrechten komen al vanuit de markt. Dus ook als we niets doen als politiek. Maar volgens mij zou het wel de taak moeten zijn van de politiek om auteursrechthandhaving aan te passen aan de huidige tijd.
Tenminste is het belangrijk dat de fundamentele rechten van gebruikers niet worden geschonden terwijl men pogingen doet om die auteursrechten te handhaven. Verder is het niet de taak van de overheid of politiek om bepaalde verdienmodellen te beschermen. Of om de taak van politie en justitie bij internet service providers neer te leggen. Ze zijn geen muziekpolitie en moeten dat ook niet worden. Het zijn overheidstaken, politie en wetshandhaving die niet zomaar in de schoenen van bedrijven kunnen worden geschoven. Er is dus nog veel werk te doen om het auteursrechtssysteem in Europa te harmoniseren en te moderniseren. En de ideeën vanuit de academische wereld zijn daarbij een belangrijke en nuttige basis voor ons werk hier in het Europees Parlement. Ik wens jullie daarom veel succes, met name de 3 finalisten bij de scriptieprijs, maar ook alle andere aanwezigen wens ik een mooie dag en ik hoop dat jullie goede discussies hebben en met veel concrete ideeën en oplossingen komen. Dankjewel.